Alexander van Steenderen wordt de nieuwe voorzitter van Wenneker Cinema. Hij volgt per 1 mei Menno Sillier op, die de afgelopen 8 jaar voorzitter was van het Schiedamse Filmhuis in het Wennekerpand. Van Steenderen heeft veel ervaring bij allerlei soorten verenigingen en vrijwilligersorganisaties en heeft daarnaast ook een passie voor film. Hij draagt de culturele sector in Schiedam een warm hart toe en heeft als voormalig wethouder daaraan ook het nodige bijgedragen. Met zijn ervaring en netwerk hoopt hij Wenneker Cinema in de komende jaren voor te kunnen bereiden op alle toekomstige uitdagingen. Alexander, leuk dat je er bent. Ja, niet alleen een voormalig wethouder hier in Schiedam, maar nu ook de nieuwe voorzitter van het Wennekerpand. Correctie, Wenneker Cinema. Excuses. Ja. Wenneker Cinema, heb je helemaal gelijk in, staat ook op mijn briefje. Ik woon tegenover het Wennekerpand, dus ik raak af en toe heb ik alleen maar dat in mijn hoofd. Heel erg leuk, Wenneker Cinema. Wat betekent film voor jou? Heel veel. Ik denk dat het algemeen heel veel filmliefhebbers zijn. Ik zelf ben wel echt wel zo'n gek inderdaad die echt gewoon nog zo'n oude film of Hitchcock-film nog het liefst eigenlijk nog in de bioscoop wil zien op groot scherm. En dat vind ik juist het leuke van Wenneker Cinema inderdaad. Hè. Ten opzichte van alle blockbusters die je bij Pathé ziet of Euroscoop of verder wat je allemaal kan streamen inderdaad. Zorgen wij nog dat we echt nog proberen echt de film te laten zien zoals het ooit is bedoeld in echt in zijn waarde. We proberen ook zo min mogelijk pauzes ertussen te lassen. De ouderwetse filmbeleving. Ouderwets, maar ook weer nieuwe wet. Want ik denk echt, zoals mensen tegenwoordig ook nog wel eens een oude plaat spelen weer van. Dat is weer helemaal hip en happening. Denk ik ook wel dat juist weer mensen ook wel zitten te wachten. Ook weer op niet alleen maar dat kale grote scherm. En dan weer snel door de popcorn en noem maar op. Maar ook echt wel een avondje uit waarin je ook echt weer mooi met ook mensen die daarvan houden kunnen genieten van de film. Ja, precies. Een andere filmbeleving. Vind je films belangrijk voor mensen? Waarom zijn films belangrijk? Film is hoe dan ook. Het is niet alleen een stukje vermaak zoals je op tv ziet. Het is ook een kunstvorm. Dat zie je ook wel in de films meestal die we proberen echt te kiezen. Inderdaad, waar echt die kwaliteit er ook naar uitspringt. Je hebt ook hele experimentele films, documentaires, noem maar op. Dus het is een variëteit. En elk van die filmcategorieën speelt weer een eigen rol. Hè. Als ik alleen maar heb over documentaires bijvoorbeeld. Hè, toen ook uiteindelijk over de Val van Srebrenica hadden we daar ook een mooie film over. Het lokt toch ook maatschappelijke discussie uit. Het laat mensen ook weer op een andere manier kijken uiteindelijk naar de wereld. Ook op plekken waar ze soms, of culturen of inzichten waar ze soms niet zo snel dagelijks tegenkomen. Vind je wat minder snel bij Pathé, voorstellen. Ja. Je zei net de films die we uitkiezen. Hoe kiezen jullie de films uit? Nou, laat ik allereerst zeggen, ik kies zelf geen films uit. Dat is nou wel jammer. Ja, ben je voorzitter? Ja. Ik mag wel meedenken. En ik word pas per 1 mei voorzitter. Natuurlijk wordt er wel gevraagd om mee te denken. Maar we hebben al, Wenneker Cinema bestaat al 40 jaar. En Gerard en zijn team, die hebben daar een fijne oog voor. Die speuren dat altijd op. Die zijn al op de hoogte van de nieuwste films die uitkomen. En proberen ook echt inderdaad daar al een vroeg stadium ook zo de contracten. En dat gewoon die film ook binnen te krijgen. Want dat is nog wel ingewikkeld tegenwoordig natuurlijk. Het speelveld is heel anders geworden. Hè. Met de streamingsdienst houden soms rechten voor Pathé en andere. Als je daar nieuwe films hebt, die lenen het ook niet zo snel uit. Dus het is een hele klus voor onze directeur Gerard om daar snel goed te slagen om de juiste films binnen te halen. Ja, precies. De komende jaren is jouw doel om Wenneker Cinema nog meer voor te bereiden op alle toekomstige uitdagingen, las ik ergens. Welke uitdagingen zijn dat? Nou, allereerst wil ik zeggen, toen ik kwam en ik ook alle respect ook naar de vorige voorzitter met OCJ inderdaad. De club staat er gewoon goed voor, financieel bloeiende groep van 60 vrijwilligers. Dus het draait. Natuurlijk moeten we ook sinds corona inderdaad hebben we nog wel een dipje gehad. Maar daarvoor zaten we echt wel in een soort stijgende lijn. Dus wat dat betreft was er niet meteen toen ik werd gevraagd een hele grote uitdaging. Maar je ziet wel in de toekomst natuurlijk, wat ik zeg, de streamdiensten. Hoe gaat de bioscoopwereld? Hoe positioneer je daar Wenneker Cinema neer? Ook bepaalde doelgroepen die toch wat minder snel denken. Jongeren en ook zeker ook de nieuwe gezinnen die ook allemaal naar Schiedam nu komen. Dus daar ligt wel een uitdaging om die ook erbij te betrekken. En ten tweede, eigenlijk het algemeen denk ik ook wel gewoon continuïteit. Gewoon daar oog ook voor te hebben. Dus ik zeg niet dat we nu op dit moment gelijk problemen zijn. Maar je ziet wel
De ontwikkelingen inderdaad, waar je gewoon over na moet denken voorbereiden. En dat zie ik meer als mijn rol. Hè, niet wat dagelijks, dat draait gewoon. Daar doet de directeur met al zijn groep vrijwilligers, die houdt het gewoon draaiende. Maar mijn toegevoegde waarde denk ik dat ik in het bestuur samen met anderen ook wel meer kan nadenken van hoe verander je dat eventueel, of hoe bereid je daarop voor. Jongere doelgroepen aanspreken, die zitten tegenwoordig snel met een iPad en Netflix op de bank. Ja. Houden jullie er ook echt rekening mee in de films die jullie uitkiezen, ook voor kinderen en jeugd? Nou, we proberen inderdaad wel heel gevarieerd ook te programmeren. Dus niet alleen voor de filmliefhebber als het ware, maar ook inderdaad, nou binnenkort komt er ook weer een animatiefilm van Anne Frank, die draai je ook weer. Dat is ook wel een manier ook waarom we ook juist de ouders ook proberen te verleiden om met hun kinderen ook inderdaad ook bij ons een bezoekje te brengen. Dus op die manier proberen we die verschillende programmeringen inderdaad voor alle doelgroepen wat te hebben. Maar wat ik zeg, het blijft nog wel een uitdaging en daarom te zorgen dat ook alle doelgroepen worden bediend. Want ik ga ook naar die film van Anne Frank. Ja, ik weet wel. Maar ja, dat precies. Is... Ja. Hey, dit jaar bestaat het Filmhuis 40 jaar. Ja. Ga je dat nog vieren? Ja, zeker. Zeker. Er is al, tenminste, er is een hele commissie al aan de gang. Natuurlijk is het jubileumjaar wel anders geworden door corona. Gelukkig, de oprichtingsdatum zit in juni in dit jaar. Dus voornamelijk vanaf dat moment, want ja, in de zomer gaan mensen niet wat minder naar de film, maar mikken we ons op het najaar om daar een leuk programma. Maar dat is nog een verrassing en daarover binnenkort meer. Ja, je kunt niet alvast een tipje oplichten hier voor de Schiedamse kijkers. Oké, we wachten. Wat staat er de komende tijd op de agenda waarvan je zegt, ja, dit zou je als Schiedammer echt niet moeten missen? Naar deze film moet je echt komen kijken. Poeh. Ja, dat vind ik wel lastig, want wat ik net zegde, zijn we proberen voor heel veel verschillende doelgroepen te doen. Hè. Dus het is niet alleen aansloten. Dus ik kan alleen maar eigenlijk, nou ja, als ik alleen maar voor mezelf even spreek, inderdaad, ik wil in ieder geval binnenkort naar de film over de Wannsee-conferentie. Dat is toch wel een hoofdstuk in onze geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, die volgens mij als mensen dat zien, pas echt zien hoe mensen eigenlijk bijna op een, nou ja, als goederen bijna worden beschouwd, hoe je daar uiteindelijk vervoert en mee omgaat. En dat is best wel schokkend om te zien, dus die ga ik zeker zien. En ik zit nog even te denken waar nog meer. Nou ja, laat ik zo zeggen, we hebben sinds corona heel veel geleerd. Onze filmlanden zitten nu ook allemaal digitaal. We kunnen daar ook flexibel nieuwe films in spelen. Wat ook nieuw is sinds corona is bijvoorbeeld dat je ook bij ons tickets kan reserveren online. En daar maken we gelukkig heel veel gebruik en ook zelfs je zitplaatsen. Dus ik zou zeggen, kom voornamelijk naar de website en laat je verrassen door het mooie aanbod wat we hebben. Helemaal goed, dank je wel voor je bijdrage. We zijn benieuwd wat er gaat komen eind dit jaar.